taxiritten aanbieden zonder dat je een vergunning hebt. Dat mag niet. De rechter zet een streep door Uberpop in Nederland. Het bedrijf zelf zegt dat ze alle boetes die chauffeurs krijgen zullen vergoeden. Verder in het nieuws vandaag. Het aantal zelfdodingen in Nederland stijgt. En van de meeste jonge mensen met een hypotheek staat het huis onder water. Goedenavond. Het zette alles op zijn kop in de taxiwereld. Na Londen, Parijs, Berlijn moest ook Nederland eraan geloven. Uberpop. Taxiritten voor de helft van de prijs, maar dan wel op een heel bijzondere manier. Het mag niet volgens de wet. Dat werd vandaag bevestigd door de rechter. Maar bij het bedrijf Uber houden ze voet bij stuk. Mocht het bij een bestuurder uiteindelijk komen tot een boete, dan zullen wij die betalen. We zullen hierin tegen beroep gaan. En uiteindelijk zal er een langlopende juridische procedure volgen die zal moeten uitwijzen of Uberpop een legale vervoersoplossing is. De taxidienst Uber is al langer actief in Nederland. Via een mobiele app brengen ze in contact met officiële taxichauffeurs. Maar in juli deze zomer kwamen ze met Uberpop. Via je mobiel kun je dan goedkoop terecht bij particulieren zonder taxivergunning. Het bij elkaar brengen van de vraag van mensen die vervoerd willen worden en het aanbod van chauffeurs die met hun auto wat bij willen verdienen, dat is eigenlijk het faciliteren van een betaalde lift, zegt Uber. De rechter ziet het anders. Uber stelt met Uberpop deze chauffeurs in staat de wet personenvervoer te overtreden. Uber verdient daar zelf ook aan. Daarom is ook Uber in overtreding. Een nieuwe tegenslag in de strijd van Uber om de Nederlandse taximarkt te veroveren. Die taximarkt wordt beschermd door een wet. En die wet wordt gehandhaafd. Om de rust op straat te bewaren schrijf ik de heren op die van Uber rijden. In principe krijgen ze mij op 6 verbaal. Totdat het tegendeel blijkt. Want de boetes worden betwist. En bij die procedures heeft Uber diepe zakken. Onder meer Google stak honderden miljoenen in het bedrijf. Op het hoofdkantoor maken ze zich nu op voor een lange strijd. We gaan in beroep tegen de boetemaatregel. En uiteindelijk zal er een inhoudelijke procedure dienen. En die zal uiteindelijk uitwijzen of Uberpop een legale vervoersoplossing is. Ondertussen oefent Uber ook druk uit op de politiek om met een nieuwe wet te komen waarin ruimte is voor de Uberpop-dienst. De traditionele chauffeur is terughoudend. Je ziet je hier ook wel mensen in laten stappen. Ja, ik heb daar geen problemen mee. Het is zogenaamd dan een vrije markt. Maar ja, als wij dan verplicht worden om een boordcomputer aan te schaffen, dat soort zaken, dat verplicht is om in een taxi te hebben, ja, dan denk ik van dan moeten hun zich ook een beetje aan de wet houden natuurlijk. Het ministerie van Vervoer die over die wet gaat, bekijkt de taxiwet en volgend jaar praat de Kamer erover. Opmerkelijk, de rechter vanmorgen zei dat hij ervan uitgaat dat ook in een eventueel aangepaste wet een vergunning voor de chauffeurs nodig blijft. Ja, heel ander nieuws. Nog nooit pleegden zoveel mensen zelfmoord als vorig jaar. 1854 om precies te zijn. Dat zijn er 5 per dag. 10 jaar eerder, in 2003, waren er 1500 zelfdodingen. Daarna nam het zelfs even af, tot 2007. Vanaf dat jaar neemt het aantal zelfdodingen alleen maar toe. Bij de telefonische hulplijn 113, speciaal voor mensen met zelfmoordplannen, schrikken ze van de cijfers. Ik was er helemaal stil van. Ik was even beduust. Ik wist wel dat het boven de 1800 zou zijn. Dat verwacht ik eigenlijk wel. Maar 1854 zelfmoorden, ik was eigenlijk wel een beetje van mijn stuk ervan. Vrijwilligers, maar ook professionals chatten, mailen en telefoneren met mensen die met plannen rondlopen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die financieel in de problemen zitten en daardoor gewoon eigenlijk niet zien hoe ze eruit moeten komen. Het kunnen ook mensen zijn die vroeger veel hebben meegemaakt. Pijn die ze eigenlijk nooit hebben kunnen verwerken, die als het ware in ze opgeslagen ligt. Het laatste gesprek was met een man die zijn vrouw verloren was, 2 jaar geleden. Hij zit in financiële nood. Veel schulden, het bedrijf loopt niet heel erg lekker op dit moment. Dus hij houdt zijn hoofd net boven water. Huisuitzetting, baan verliezen, de zorg niet kunnen betalen, dat zijn vaak de problemen. En vaak hebben ze te maken met de economische crisis. Maar helemaal zeker weten ze dat hier niet. Dit meisje zit gewoon met heel erg veel verdriet en als je over haar jeugd hoort, dan snap je het wel. En dit onderwerp, ja, het is echt nodig dat dat hoog op de agenda komt te staan. Het is een ongelofelijke bron van sterfte met zoveel impact.
En wij moeten daar met elkaar als samenleving, maar ook in de geestelijke gezondheidszorg, het echt als nummer 1 bovenaan gaan zetten. Niemand van ons zou eenzaam en radeloos mogen sterven door zelfmoord. Het devies hier is simpel. Praat met mensen met wie het niet goed gaat. Maak gewoon contact. Blijf bij iemand. Blijf rustig en luister. Het zijn de donkere dagen voor kerst. Maar niet de periode voor meer zelfmoorden. Dat is de lente, blijkt uit de cijfers. Het aantal zelfmoorden is dus enorm gestegen sinds de crisis. In Europa is alleen in Griekenland de stijging groter. Geen verwarming en geen warm water voor de tweede keer dit jaar al niet in Apeldoorn. Zo'n 1200 inwoners zijn getroffen. Het begon allemaal met een gesprongen waterleiding. Het gaat nog dagen duren voordat alles weer normaal is. In de rij voor een kacheltje. 400 heeft de gemeente Apeldoorn eraan laten rukken. Zonder verwarming en zonder douche, dat is natuurlijk niet prettig. Nu komt u even een kacheltje halen? Ik kom een kacheltje halen, ja. Volgens mij zijn ze net op. Oh. Hoe laat kan ik er een komen halen? Ja, wist ik het maar. Ik heb een open haard, dus ik red me wel. Net als in mei is opnieuw een gesprongen waterleiding de oorzaak. Hier is gisterochtend de waterleiding gebroken. En de gasleiding die daarboven was, die is geknakt. Daardoor is er water en modder in de gasleiding terechtgekomen. En hier, in dit gat, zijn ze bezig om die eruit te spoelen. Is het toeval dat het nu twee keer in Apeldoorn gebeurt? Of is het leidingstelsel hier niet up-to-date? Ik kan natuurlijk niks over het waterleidingstelsel zeggen. Wij gaan over gas en elektriciteit. Waterleidingbedrijf Vitens zegt dat het ook aan de staat van het gasnetwerk kan liggen. Burgemeester Berends wil snel met beide partijen om tafel. Ik heb wel de vraag aan Vitens en aan Liander gezegd van wat speelt hier meer? En ik wil op een ander moment in ieder geval wil ik wel even klaarheid hebben van ze. Wees doet het in ieder geval wel. Intussen maakt Saskia Gardien er maar het beste van. Met een elektrisch kacheltje van vrienden zit ze er betrekkelijk warmpjes bij. Ik denk dat we nog een keer pizza gaan bestellen. Vinden de kinderen niet erg. En we gaan vast nog wel een keer eten bij de vrienden. Een douche? Ook bij de vrienden. Ook in het verzorgingstehuis is het een beetje behelpen. Maar ze zijn wel de eerste die waarschijnlijk morgen weer verwarming krijgen. De netbeheerder heeft een schadeclaim voor meer dan 1 miljoen euro neergelegd bij waterleidingbedrijf Vitens. In verband met een soortgelijk incident in mei dus, dat toen dagen duurde. Het eerste transport met wrakstukken van vlucht MH17 komt morgen aan op luchtmachtbasis Schilzerijen. Vorige maand werden de wrakstukken weggehaald uit het rampgebied en per trein van Torres naar Kharkov gebracht. Daar werden ze overgeladen op Nederlandse trucks en vandaar ging het over de weg via Oekraïne, Polen en Duitsland. En dus morgen om 2 uur in Schilzerijen. Nabestaanden kunnen, als ze dat willen, daarbij aanwezig zijn. In totaal zijn er nu 4 konvooien van ieder 4 vrachtwagens onderweg. De eerste 2 konvooien zijn morgen in Nederland. De laatste vrachtwagens vertrokken vanmorgen uit de Oost-Oekraïnse stad Kharkov. Today is a memorable day. With this convoy leaving Kharkiv, all stowed wreckages are now on their way to the Netherlands. On behalf of the Dutch Safety Board, I wish the drivers a safe journey. Thank you very much. Omdat de vrachtwagens maximaal 70 km per uur rijden, wordt er in Duitsland alleen 's nachts gereden. Niet alle wrakstukken komen naar Nederland. De stukken die minder belangrijk worden geacht, zijn op de rampplek achtergelaten. Met de rest wordt geprobeerd een deel van het vliegtuig te reconstrueren, om de aard van de schade en de precieze oorzaak van de ramp te achterhalen. Geen commerciële avonturen meer voor de woningcorporaties. De Tweede Kamer wil dat ze zich voortaan alleen maar bezighouden met woningen voor mensen met een kleine beurs. De Kamer debatteerde vandaag de hele dag over de nieuwe woningwet. Die moet excessen bij de corporaties voorkomen. Roland van Vliet onderzocht met zijn parlementaire enquêtecommissie de misstanden bij de corporaties. En vandaag zet de Tweede Kamer zijn aanbevelingen om in wetgeving. Jullie zijn in het warmste. U mocht adviseren, maar niet beslissen. De enquêtecommissie heeft haar eigen beslissingen genomen, maar nu is het aan de collega's. Stoomschepen en financiële malversaties, het was slechts het topje van de ijsberg. De corporaties moeten terug in hun hok, maar daar is niet iedereen blij mee. Wie tussen de Sinterklaasgedichten door zijn telefoon had opgenomen, wat waarschijnlijk menig gedeputeerde, menig lobbyist, menig wethouder weer gesproken hebben. De afgelopen weken zijn we werkelijk plat gelobbyd
om op deze kerntakendiscussie water in de wijn te doen. Maar de Kamer trekt een heldere grens. De corporaties moeten zich alleen richten op goedkope woningen, op enkele uitzonderingen na. We geven de ruimte om te kunnen investeren in oude stadswijken. We geven de ruimte om te investeren in krimpgebieden. En dan wil men nog meer. En dat lijkt me niet zo verstandig. Je hebt wethouders die natuurlijk heel makkelijk hun eigen budgetaire probleempjes over de schutting gooien. En die bellen dan gewoon in de woningcorporatie van: kun jij even die wipkip neerzetten? Of kun jij even die sporthal doen? Daar moeten we vanaf. Daarom moet er een sterke toezichthouder komen die ervoor zorgt dat de corporaties hun boekje niet meer te buiten gaan. De gemeenten krijgen zeggenschap en de huurders krijgen inspraak, zodat corporaties zich weer richten op hun kerntaak, sociale woningbouw. De Kamer volgt hiermee de belangrijkste aanbevelingen van de enquêtecommissie op, al had Van Vliet de corporaties nog strenger willen aanpakken. Morgen gaat het debat verder in de Tweede Kamer. Opnieuw stakingen in België tegen de bezuinigingen daar. Vooral rond hoofdstad Brussel ligt het openbaar vervoer bijna helemaal stil. De luchthaven Zaventem is bijna de helft van alle vluchten afgelast. Elke publieke omroepen, VRT en RTBF doen een dag mee. Eén vakbond dreigt met een staking voor onbepaalde tijd. Het begint al bijna te wennen. Maandag is in België stakingsdag. Déviation, déviation. Waarom? Vous passez pas la grève. Ah. Grève, we hebben gesloten, hè? Je weg de andere weg. Rechtdoor. De Belgische bonden blokkeerden vandaag de hele dag toegangswegen tot Brussel. Ze zijn woest op de plannen van de regering van premier Michel. Comment voulez-vous les faire travailler jusqu'à 65 ou 67 dans nos métiers? Ce n'est pas possible. En Hollande, c'est possible. Ça dépend. Si on leur donne des travaux adaptés à un certain âge, oui. Mais si on vous donne un travail lourd, vous allez être usé. De staking in hoofdstad Brussel had grote gevolgen voor heel België. De helft van de vluchten vanaf vliegveld Zaventem was geannuleerd. En zelfs bij de openbare omroep was de staking zichtbaar. Niet alleen op het scherm, maar ook voor de deur werd er gestaakt bij de Vlaamse VRT. Er is natuurlijk een discussie over het recht op staken en het recht op informatie. Maar dat is een discussie, maar het recht op staken is absoluut. Maar veel Belgen denken toch heel anders over de staking. We kunnen niet gaan werken, die moeten examens gaan maken op school. En we zijn geblokkeerd, dus enfin, we zullen proberen. Hè. Maar ik vind het, comment on dit, inutile. Nutteloos. Nutteloos ook, dus... De vakbonden spelen het hard. Volgende week maandag is er weer een staking. Dan ligt heel België plat. En de bonden hebben al gezegd dat als ze hun zin niet krijgen, ze volgend jaar gewoon doorgaan met staken. België gaat er wat meemaken. Het is een schok en een opluchting tegelijk. Voor de nabestaanden van een van de 43 studenten die in september in Mexico werden ontvoerd, is de onzekerheid voorbij. De jongen is dood. Hij is geïdentificeerd aan de hand van DNA. Hij zou op een vuilnisbelt in brand zijn gestoken, waarna de resten in de rivier zijn gegooid. Alexander Mora hield van voetbal. Zijn shirt is het hart van het altaar dat zijn vader heeft neergezet. 19 jaar oud was Alexander toen hij werd vermoord. Como le digo, su sueño era eso de ser maestro, pero pues ni modo. Le quitaron su sueño de mi hijo. Een van zijn dromen was om zijn familie in dit straatarme deel van Mexico een beter leven te geven. Al weken zijn er demonstraties tegen de verdwijning van Alexander en 42 medestudenten. Ze werden in september opgepakt toen ze op weg waren naar een radicaal linkse demonstratie. De politie arresteerde ze en leverde de kinderen uit aan een drugskartel om hen te laten verdwijnen. No le lloramos a Alexander, al contrario. Sabemos que su caída va a florecer en la revolución para un cambio de fondo en nuestro país. Que donde quiera que esté, que sepa que los padres de familia no vamos a descansar hasta hacer justicia. De verdwijning van de studenten is het zoveelste voorbeeld van machtsmisbruik en corruptie in het gewelddadige Mexico. Hier op de school van de vermiste studenten is het nieuws keihard aangekomen. Eén van de 43 is dood, dat is zeker. Maar hoe die precies om het leven gekomen is, dat weten we niet. En waar zijn de anderen? Wat is er met hen gebeurd? De onzekerheid daarover blijft bestaan. En juist daarom is de woede alleen maar gegroeid. De stoelen van de kinderen op school blijven leeg. De ouders blijven hopen. Behalve de vader van Alexander.
Geert Wilders is verhoord door de Rijksrecherche naar aanleiding van zijn oproep om minder Marokkanen. Meer of minder Marokkanen? De PVV-leider laat weten dat hij nog steeds achter zijn uitspraken staat. In een verklaring aan de pers schrijft hij: minder Marokkanen is iets anders dan dat ik alle Marokkanen Nederland uit zou willen hebben. Of iets zou hebben tegen alle Marokkanen. En hij zegt: ik neem geen woord terug van wat ik heb gezegd. KLM-passagiers die dagenlang vastzaten op Sint Maarten zijn weer terug in Nederland. Ze kwamen vanmiddag aan op Schiphol. KLM stuurde dit weekend een leeg toestel naar Sint Maarten om ze op te halen. Het toestel waarmee de passagiers vrijdag naar Nederland wilden had technische problemen. Vanmorgen is het stoffelijk overschot van koningin Fabiola overgebracht naar het kasteel van Laken. Ze zal in de kapel van dat kasteel worden opgebaard. Koningin Fabiola stierf afgelopen week op 86-jarige leeftijd. Woensdag en donderdag kunnen mensen afscheid van haar nemen en vrijdag is de uitvaart. De NOS zendt die uitvaart rechtstreeks uit vrijdagochtend 9:50 op NPO 1. Sinds de crisis gaven consumenten ieder jaar minder uit, maar daar komt volgend jaar een einde aan. Volgens de Nederlandse Bank gaan we meer uitgeven en dat levert een groei op van 1,2% en dat is belangrijk voor de economie. Dat is heel erg belangrijk, want de consument heeft de afgelopen jaren heel weinig bijgedragen aan de economische groei. Sterker nog, heeft bijgedragen vaak aan een krimp van de economie. Dus dat die consument wat optimistischer wordt en tegelijkertijd ook meer gaat uitgeven, is voor de Nederlandse economie ontzettend belangrijk. Meer uitgeven dus. Maar er is nog wel een probleem, een groot probleem. De enorme hypotheekschuld van veel Nederlanders. 1,5 miljoen huizenbezitters hebben een schuld die hoger is dan de waarde van hun huis. De huizenprijzen stijgen zo langzaam dat het volgens de Nederlandse Bank nog zeker 10 jaar duurt voordat dat probleem is opgelost. Brigitte Sandwijk had vanmorgen een gesprek bij de Rabobank over haar hypotheek. 2 jaar geleden raakte ze werkloos. Ze bleef keurig elke maand haar hypotheeklasten betalen. Maar in februari stopt haar WW-uitkering. Nog steeds geen baan heb op 1 februari. Ja, wat staat mij dan te wachten? Ja, daar wilde ik gewoon vooraf wat antwoorden op weten. Wat voor de bijstand kan jij je hypotheek niet betalen? Nee, de hypotheek is €950 bruto per maand. Ze kocht dit huis in januari 2008, vlak voor de crisis, met een hypotheek van €220.000. Dat is het allang niet meer waard. WOZ-waarde is €162.000 voor 2013. Een huis verderop in de straat, dat is dit jaar verkocht voor, ik schat, ergens tussen de €150.000 en €155.000. Dat betekent dus dat er een gat zit van €70.000. In Nederland hebben 1,5 miljoen huishoudens, dat zijn 1 op de 3 huiseigenaren, een hypotheek die hoger is dan de waarde van hun huis. Dat zijn vooral jongeren. Van alle huiseigenaren jonger dan 45 jaar heeft 70% een woning die onder water staat. Bij 65-plussers is dat 4%. Brigitte vindt dat de banken haar en al die andere mensen met de restschuld tegemoet moeten komen en een deel van die schuld kwijt moeten schelden. Wat zei de bank? Ja, dat natuurlijk absoluut geen sprake van kon zijn. Hè? Die 72.000, dat was natuurlijk, ja, dat zou dan heel erg vervelend zijn. En ze is niet de enige die dat vindt. Zelfs het IMF in Washington pleitte vrijdag voor hulp aan de jonge Nederlandse huizenbezitters. Maar alles kwijtschelden kan volgens de Nederlandse bank niet. Voor de meest schrijnende gevallen doen banken zelf ook wel wat. Maar je kunt niet voor die hele populatie van mensen die onder water staan, kun je hier iets betekenen. Daar zal toch de tijd zijn werk moeten doen. Die tijd, daar zijn de economen van IMF en de Nederlandse Bank het over eens, is dus minstens 10 jaar. Op de Filipijnen zijn zeker 21 doden gevallen door het natuurgeweld van orkaan Hagupit. Het is nog niet voorbij. Op dit moment trekt hij over de hoofdstad Manila met 11 miljoen inwoners. Dit was Hagupit toen hij gisteren aan land kwam. Met de orkaan Haiyan van vorig jaar nog vers in het geheugen evacueerde de overheid 1 miljoen mensen. Die voorbereiding heeft gewerkt. In de meeste gebieden is vooral veel materiële schade. Hagupit is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm. Die hangt nu recht boven de hoofdstad Manila. Ook daar werden duizenden inwoners geëvacueerd. Kasibahay namin doon malapit sa dagat. Tapos bubong namin matanggal, kaya natatakot kami. Ngayon, nag-evacuate kami dito. Malakas po ang bagyo. Kaya kami naririto, kinaon po kami. Kinaon kami ng dito, ng ni Mayor, pinakaon.
De gebieden die vorig jaar door orkaan Haiyan werden verwoest, zoals de rampstad Tacloban, bleven nu grotendeels gespaard. Vaak wat te zeuren over de inhoud, maar oh wee als hij er helemaal niet is. Het kerstpakket. Miljoenen Nederlanders krijgen er een, maar het zijn er wel veel minder dan vorig jaar. Omzet van de kerstpakkettenleverancier staat onder druk. Het zijn er nog steeds 4 miljoen klassieke kerstpakketten. Maar toch 1 miljoen minder dan aan het begin van de crisis. Wat wij zien als ontwikkeling in de kerstpakketten is dat we een zware markt hebben die een klein beetje terugloopt. En dat heeft met name te maken met de economische ontwikkelingen. Hoe hoger de werkloosheid, hoe meer mensen er niet werken en dus ook geen kerstpakket krijgen. Maar niet alleen de crisis knaagt aan de omzet. Ook lokaal zijn er initiatieven, zoals in Doetinchem. Daar geven werkgevers hun personeel tegoedbonnen te besteden bij de lokale winkeliers. En die zijn daar heel blij mee. Het is een mooie stimulans voor de plaatselijke ondernemingen om die te zorgen dat mensen gaan kopen bij ons in plaats van op de internetshops en bij de grote jongens. Het zijn voor de lokale middenstand interessante aantallen. Via een lokaal kerstpakket verwacht ik toch wel 300 tot 500 nieuwe klanten. En eenmaal binnen 1765 alsjeblieft. Proberen de winkeliers hun nieuwe klanten natuurlijk te verleiden tot meer. Je ruikt hier je ruikt die nootjes, je ruikt hier koffie, je ziet leuke dingen. En dat is natuurlijk anders dan een website. Het Doetinchemse initiatief vindt dit jaar navolging in Nijmegen, Zutphen en Hof van Twente. Alsjeblieft, nou, veel plezier met maken. Dank u. Ja. Door naar het weer. Gerrit, ja, prachtig, maar wel oppassen morgenochtend. Ja, zeker, want dit is natuurlijk op zich mooie bloemen, mooie ijsbloemen. Maar ja, dat kan morgenochtend weer gebeuren. Dit was vanochtend en ook binnenwegen kunnen glad worden. Nou, dit is al mooi om naar te kijken. Het is natuurlijk wat minder mooi om die ruiten, om het ijs eraf te moeten krabben. Dat is ook iets wat morgenochtend wel eens weer zou kunnen gebeuren, zo her en der. Maar sowieso, het was mooi vandaag om naar buiten te kijken. Want dit soort prachtige wolkenluchten, onweersbuien waren dat, die kwamen op veel plaatsen voorbij. En het heeft hier en daar ook hagel opgeleverd en onweer. En dat geeft ook aan dat de lucht koud is waar we ons in bevinden. Nou, hier zien we al die buien ook op de Noordzee. Maar het is wel zo dat in het binnenland die buien zullen afnemen. En dat daardoor opklaringen zullen overblijven, dat het dus vannacht behoorlijk koud kan worden. Nou, dan morgen. Dan zien we vanuit het westen wat drogere lucht dichterbij komen. Betekent dat er eigenlijk nauwelijks buien meer zullen voorkomen. Waarschijnlijk een droge dag op de meeste plaatsen. Maar vooral morgenavond gaat de wind toenemen. Dat kunnen we zien aan die lijnen die dichter bij elkaar komen. En dat zal zeker morgenavond goed merkbaar worden. Nou, laten we eerst maar eens even kijken hoe nu de buien eruit zien. Op de radar kunnen we die goed herkennen. Tenminste, daar komt die aan. En hier hebben we dan de buien. En nou, in het binnenland zullen ze de komende uren duidelijk minder worden. Is eigenlijk nu al zichtbaar. Hier komt trouwens een flink complex aan. Dus het kan nog even flink tekeer gaan vanavond. Maar uiteindelijk zullen die buien af gaan nemen. En dan krijgen we een grotendeels heldere nacht in het binnenland. Kans op gladheid, op binnenwegen, temperaturen rond het vriespunt of zelfs iets eronder. En aan de kust zullen er nog wat buien voorbij drijven. En dan morgen, dan hebben we een grotendeels droge dag. Misschien in het noordwesten een enkel buitje, maar verder opklaringen. De temperatuur komt uit op 4 tot 6 graden. En vooral morgenavond, dan wakkert de wind aan. Windkracht 5 tot zelfs een stormachtige wind aan de kust, windkracht 8. Na morgen, ja, dan is het sowieso onstuimig weer met veel wind en ook regelmatig buien. Vrijdag regen en ook zaterdag buien, maar dan wel ietsjes minder wind. Tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. De rechter zet een streep door Uberpop, goedkope taxiritten zonder vergunning. Het bedrijf zelf zegt dat ze alle boetes die chauffeurs krijgen voor ze gaan betalen. En in Nieuwsuur antwoord op de vraag: zijn onze kerncentrales genoeg beveiligd tegen terrorisme? Naar aanleiding van berichten over de kerncentrale in Doel in België. De sabotageactie daar afgelopen zomer is volgens de federale justitie in België mogelijk het werk geweest van terroristen. Bij de kerncentrale in Borselen staat veiligheid bovenaan. Maar ook daar is een terreurdaad niet uit te sluiten. Je kan schade berokkenen aan een kerncentrale. De beveiliging is ook opgericht om dat te voorkomen. Vooral om te voorkomen dat er een nucleair ongeval gebeurt. Dat straks om 10 uur in Nieuwsuur op 2. Ik wens u een mooie avond.